Oké, ik wil wat uitgebreider ingaan op radioactiviteitsdatering. Ik ga daartoe een aantal vragen beantwoorden. Wat is radioactiviteit? Hoe werkt het, radioactiviteitsdatering? Waarom nemen ze aan dat ze daarmee inderdaad radioactiviteitsdatering kunnen doen? Waarom klopt het niet? En een aantal voorbeeldjes. Dat heb ik hier allemaal op dit bord gezet en daar wil ik gewoon even iets dieper op ingaan. Oké, wat is radioactiviteit? Ik heb hier de vragen neergezet. Wat is radioactiviteit? Radioactiviteit is het vervallen, het uiteenvallen van bepaalde chemische stoffen. Neem bijvoorbeeld in dit geval koolstof 14 of uranium 238. Dat valt langzaam uit elkaar, waarbij er een andere stof gevormd wordt. Stikstof 14, of koolstof 14 wordt stikstof 14. Dat is goed rennen. Uranium 238 wordt lood 206. Dat zijn bepaalde isotopen, dat zijn bepaalde vormen van bepaalde deeltjes. Onder het uit elkaar vallen zenden ze straling uit. Die straling is gevaarlijk, die is radioactief en dat maakt dingetjes kapot onderweg. Oké, hoe werkt nou die radioactiviteitsdatering? Die radioactiviteitsdatering gaat ervan uit dat bekend is hoe lang het duurt voordat 1 kilo een halve kilo is. En voordat die halve kilo weer 250 gram wordt. Dus op deze wijze gaat dat. 1 kilo wordt een pond wordt 250 gram. En dat gebeurt met een bepaalde bekende, veronderstelde halfwaardetijd. Bij koolstof 14 is je halfwaardetijd 6000 jaar. Dus om de 6000 jaar is er de helft van over van wat er daarvoor over was. Dus als je begint met een kilo pure koolstof 14, is er na 6000 jaar is er nog maar een pond over. Na 12.000 jaar is er 250 gram over. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, dat kun je in een curve weergeven op die wijze. Nou, dat is mooi en aardig dat men dat weet. Dat is heel leuk. Want inderdaad, als je het puur hebt, als je pure koolstof 14 hebt, of pure uranium 238, waarvan de halfwaardetijd 4,5 miljard jaar is, als je dat puur zou hebben en je bewaart dat een poosje en op een gegeven moment raak je het uit het oog en je zegt van oké, ik wist dat het toen puur was en ik ga nu eens bepalen hoe oud het is, want ik heb het opgeslagen en dan kun je dat meten, dan kun je zeg maar de hoeveelheid bepalen die je nu hebt ten opzichte van wat je toen had en wat er bij vrij, dan kun je inderdaad zeggen van oké, dan is het zo oud. Dat klopt. En als je uranium 238 hebt en je zegt van oké, ik heb nu 238 uranium en ik heb het een poosje in de kast gelegd en nu is het vervallen tot uranium, van het pure uranium tot uranium plus lood. En je zegt van oké, ik weet de verhouding tussen de lood en de uranium zoals ik het nu heb. Dan kan ik inderdaad terugrekenen dat het zus en zo lang geleden moet zijn dat ik het in die kast heb gelegd. Klopt, helemaal niks mis mee. Maar de denkfout is dat ze ervan uitgaan dat een aantal aannamen geldig zijn. Kijk, want ik heb het net over een laboratoriumsituatie gehad. Over een situatie waarin men ervan uitgaat dat het puur, dat je het puur voorhanden hebt. Nou, dan klopt dat. Dit zijn de aannames die gemaakt worden om die methode van de radioactiviteitsdatering geldig te doen zijn. Maar die aannames kun je niet hard maken. Ik zal ze stapsgewijs behandelen. Oké, ze gaan ervan uit dat de lood 206, plumbum is lood, dat is een Griekse benaming of Latijnse benaming voor lood, dat die al die lood afkomstig is uit de uranium 238 in die steen waarin ze dat willen bepalen. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er kan bij de vorming van zo'n steen destijds, wanneer dat was weet men niet, destijds kan er al zeg maar lood van een derde bron bijgekomen zijn toen die steen nog zacht was en aan het vormen was. Dat kan. Dat weten we niet. Dat weet niemand. Niemand is daarbij geweest. Dus dat is al een misvatting. Daar begint het al mee om. Dat is al een aanname die niemand hard kan maken. Ten tweede, op een gegeven moment dat de vervalsnelheid altijd hetzelfde is gebleven in de loop van de 10.000 jaar. Niemand weet dat. Niemand zat er met een kijkertellertje bij destijds al om dat na te gaan of dat die vervalsnelheid altijd hetzelfde is gebleven. Want deze methodes stammen uit de jaren 50, uit de jaren 60. Deze radioactiviteitsdateringsmethode. Dus niemand weet of dat die vervalsnelheid gelijk is gebleven. Er zijn mogelijkwijs effecten. Ik noem even kort het Casimir-effect. Daar ga ik verder even nog niet op in.
die een rol zou gespeeld kunnen hebben bij de vervalsnelheid en bij de vrijkomende energie. Kom ik later even op terug. Ten derde, dus die vervalsnelheid die hoeft helemaal niet gelijk te blijven te zijn. Kan sneller gaan zijn, kan korter, kan zelfs dat dingen nog langer zijn, dat weten we niet. Ten derde, op een gegeven moment gaat men ervan uit dat er geen lekkages hebben plaatsgevonden. Dus dat zo'n steen inderdaad een gesloten systeem is. Dat er geen uranium is bijgekomen, dat er geen lood is bijgekomen, dat er geen uranium is weggelekt of dat er geen lood is weggelekt. Dat blijkt niet helemaal te kloppen. Op een gegeven moment, een steen is een poreus geheel. Er kunnen mineralen uit weglekken. Ik noem alleen maar bijvoorbeeld de kalksteenformaties, waarbij mineralen er doorheen sijpelen en vrijkomen als druipsteenpegels. Nou, zo kunnen ook stenen waarin dit soort spulletjes zitten, kunnen lekkages uit plaatsvinden. Tijdens regen en dat soort zaken. Oké. Nou, deze aannames kloppen dus niet, of hoeven niet te kloppen. Maar men neemt het wel aan, men gelooft het dat het zo is. Maar goed, het geloven of het aannemen van deze zaken maakt het nog niet feitelijk waar. Dat moet je dan geloven. En dus heb je hier over een geloofssysteem en niet over keiharde wetenschap. Oké, ik zou nog een aantal voorbeelden geven. Ik geef twee voorbeelden. Er wordt namelijk, men vindt diamantjes in de grond. Er worden diamanten gevonden in aardlagen waarvan men beweert dat ze 250 miljoen jaar oud zijn. Als men die diamantjes, wat eigenlijk gewoon pure koolstof is, gaat bepalen op koolstof 14, vindt men nog koolstof 14. Hey, hoe kan dat? Het is namelijk zo dat na 100 keer van die delingen, ja, dat alle koolstof 14... Als ik uitga van een pure hoeveelheid koolstof 14 van 1 kilogram, na 600.000 jaar, dus na 100 keer delen, is alle koolstof 14 in zo'n pure klomp koolstof 14 is weg. Dus het kan nooit ouder zijn dan 600.000 jaar. Als je uitgaat van een pure klomp koolstof 14, en een diamantje is natuurlijk geen kilo koolstof 14 puur. Dus dat klopt al niet. Toch vinden ze koolstof 14 in zo'n diamantje. Ten tweede, onze meetmethode, de laboratorium meetmethode, gaan maar terug tot 50.000 jaar. Dus dat klopt niet. Die lagen waarin die diamanten zijn gevonden, kunnen dus nooit 250 miljoen jaar oud zijn. Dat kan gewoon niet. Want daar is die methode niet geschikt voor. Dat klopt niet. Het rijmt niet met elkaar. Ten tweede, het andere voorbeeld is, in 1980 is de Mount St. Helens geëxplodeerd. 11 jaar na de explosie is er een steen uit het midden van die vulkaan gehaald. En die is blind gedateerd. Hebben ze in 5 stukken gedeeld, hebben ze naar een laboratorium gestuurd. En hebben ze gezegd, we willen de leeftijd geweten op radioactiviteitsdateringsbasis. Tijdens de vorming van zo'n gesteente is zo'n steen, die magma is inhomogeen. De samenstelling, de chemische samenstelling wisselt nog tijdens de vorming, zeg maar. Op het moment dat zo'n steen uithardt dus, dan pas beginnen radioactiviteitsseries, net zoals lood en uranium een serie is, beginnen zich pas te vormen. Toch hebben ze, in dit geval bij een kalium-argon-serie, hebben ze gedateerd op dat het honderdduizenden jaren zus en miljoenen jaren zo was. Eén en dezelfde steen werden op verschillende leeftijden gedateerd. Dus dit laat zien dat dergelijke methoden ook niet kloppen. Nou, en dit is even in het kort inderdaad het hoe en waarom van dergelijke radioactiviteitsdateringen en wat er niet aan klopt. Oké, hier wil ik het even bij laten. Thank you.